Goedenavond, hartelijk welkom bij Get the Picture. We hebben een vette jackpot. 3245 gulden zit erin na twee keer spelen, dus dat ging behoorlijk vlot. Sinterklaas is weer in het land en ik hoop dat wij vandaag ook een beetje wat voor Sinterklaas mogen spelen. Dat er wat in die schoen terechtkomt van wie die schoen ook is en wie hem past. De kandidaten, die stel ik nu aan u voor. Zowel donderdag als vrijdag ging zij als een speer door Get the Picture, maar met die finale foto's wil het nog niet lukken. Een foto van een luchtballon, een dartpijltje of van een muziekinstrument zou ze zo herkennen, want daar houdt ze zich regelmatig mee bezig. Wie weet staat ze er straks al voor de derde keer. Corrie Smans. Hartelijk welkom, Corrie. Ja, de luchtballon, waar hebben we het over gehad? Je reizen naar Kenia onder andere. Je werkt als activiteitenbegeleidster. Activiteitencentrum, ja. Maar het zingen, dat hebben we nog niet zo besproken. Ben je daar nog steeds actief mee bezig? Nee, mijn stem is zo ver weggezakt dat het bijna niet meer te doen is om te zingen. Hoe komt dat? Ja, verkeerd stemgebruik waarschijnlijk. Mis je het? Ja, maar ja, je kunt toch thuis in een bad en overal ook meezingen. Dus. En dan komt het niet zo nauw als het niet helemaal zo mooi klinkt als vroeger. Zo is het. Nou, ik wens je voor de derde keer heel veel succes. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Zet hem op. Ja. Corrie Smans. Onze volgende kandidaat is een echt theatermens. Het liefst zou hij al zijn vrije tijd in kindertheater steken, waar hij met verve de rol van Jan Klaassen speelt. Waar het niet dat hij ook nog een baan heeft en actief is in het theater van de politiek. Als lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland spreekt hij een aardig woordje mee. Vanavond komt hij hier laten zien wat hij kan. Menno Duiven. Hartelijk welkom, Menno. Dank u wel. Ik vind dat wel grappig, zo'n man als jij die Jan Klaassen speelt. Hoe is dat zo gekomen? Je houdt ervan, hè? Je houdt ook van kinderen, dus dan doe je dat. Hoe zie jij er dan uit als Jan Klaassen? Nou, gewoon als Jan Klaassen. Ik heb een pak aan met ik geloof wel 30 kleuren. En ik heb een soort slaapmuts op met een belletje. En Katrijn is er net zo uitgedost. Alleen, zij heeft geen muts op, maar een hoofddoekje. En een dag later zit je bij wijze van spreken weer in je keurige pak. Ja. Bij de Gedeputeerde Staten. Ja, dat klopt. Nou, een veelzijdig mens. En ik ben heel benieuwd hoe je hier doorheen slaat. Nou, ik ook. Veel succes. Dank je wel. Menno Duiven. Met onze oude vertrouwde computer die gaat bepalen wie er begint. Corrie, dat ben jij. Een L. Een nummer waarin gewoon menselijke ellende wordt bezongen. Levenslied. Het levenslied, heel goed. Een bonusvraag. Deze stad had waarschijnlijk als eerste een aandelenbeurs. New York? Nee, Amsterdam. Oh. Naar alle waarschijnlijkheid was het al in 1611. Oh. Menno, jij bent. Ook een bonusvraag. Zoveel seconden zitten er in een uur? 3600. Heel goed, 3600 seconden in een uur. 10 gulden win je ermee. De L. Deze Nederlander ontdekte in 1676 het bestaan van bacteriën. Antonie van Leeuwenhoek. Antonie van Leeuwenhoek, juist. De D. Letterlijk betekent dit woord volksregering. Democratie. Ja, daar was je van, hè? Ja, daar wist ik iets van. De V. Dit land heeft het minste inwoners van alle landen ter wereld. Venezuela? Nee, Vaticaanstad. Achterste. Dat is een land, minder dan 1000 wonen er. Een select publiek daar in Rome. Corrie, jij bent. De N. Dit kanaal verbindt Amsterdam met IJmuiden. Noordzeekanaal? Het Noordzeekanaal, goed. De S. In deze hoek van het Londense Hyde Park mag iedereen zijn zegje doen. Speakers Corner. Speakers Corner, ja, op zeepkistjes. S. Een crème die alle ultraviolette straling tegenhoudt. Steeds meer aangeraden door de schadelijke werking van zonnestralen. Het sunblock. Oh ja, ja. Menno, jij bent. Een R. De officiële benaming voor hondsdolheid. Rabies. Rabies, ja. En komt zeker niet alleen bij honden voor.
D. Dit dier heeft tussen de 32 en de 254 poten. 1000 poot. Ja. Dus voor een echte 1000 poot moeten er minimaal 5 in Polonaise lopen, volgens mij. Een sterretje. Een bonus dus. Hij speelde de hoofdrol in de films Turks Fruit en Flesh and Blood. Rutger Hauer. Rutger Hauer, ja. En nog veel meer films natuurlijk. En Floris. De R. De lijst van stukken die een acteur, een muzikant of een gezelschap kan spelen. Recital? Nee, als ik bijvoorbeeld zeg... Repertoire. Repertoire, ja, wat staat op jouw repertoire? Nou, ja. Jan Klaassen 1 tot en met 30 waarschijnlijk. Ja, misschien wel, ja. Corrie, de beurt is aan jou. Ja, het is een lastige foto. Ja. Het gaat, je moet een beetje door je oogharen heen proberen te kijken. Dan wordt het misschien wel duidelijker. De D. Dit monster heeft het lijf van een slang, de kop van een reptiel en de klauwen van een arend. Soms de vleugels van een vleermuis. Menno, jij misschien? Een draak, ja. Een sprookjesdier. Je mag verder gaan. De G. Een deftig en keurig pak voor officiële gelegenheden. Gala-uniform. Gala-uniform of een kostuum. M. De oudere zus van Alex in de serie Family Ties. Marilyn? Nee, bijna goed. Mallory. Mallory. Ja. Ja, daar moet je ervoor naar kijken, anders weet je dat soort dingen natuurlijk niet. Corrie, de S voor jou. Schaatsen op een plank. Surfen? Nee, het is ook op een plank. Ja, skaten. Skateboarden. We gaan weer naar Menno. De G. De titel van een koloniale gezagsdrager in Suriname en Curaçao. Gouverneur. Gouverneur, ja. En Limburg heeft er ook een. Heeft er ook een, ja. K. Het afvalproduct van boter. Karnemelk. Karnemelk, uitstekend. Goed, ik ben benieuwd. Weet jij niet wat dit is? Ik denk een autocoureur. Nee. Niet. Het gaat ook snel, dit. Maar daar houdt de overeenkomst een beetje mee op. Corrie. Een U voor jou. In deze Zuid-Duitse stad staat de hoogste kerktoren ter wereld. Nee. Met in Ulm, met bijna 50 meter meer dan de Dom... komt hij op 160 meter. Heel end. Menno mag doorgaan. De W. Een gezuiverde brandstof die in het huishouden wordt gebruikt als schoonmaakmiddel. Water, zou ik zeggen. Dat zou niet goed zijn. Dan ben ik benieuwd wat voor brandstof daar achter zit. Nou... Weet jij hem, Corrie? Wasbenzine. Wasbenzine, oh, juist. Ja. Dat is om vlekken weg te werken en zo. Je mag verder gaan, Corrie. Nog 3 over. De F. Met camera's jagen op Afrikaans groot wild. Fotosafari? Ja, gelukkig, want je bent er geweest. Zou toch zonde zijn als je niet wist. Zeg het maar. Een skier? Een skier, juist. Ja, en hij gaat snel. Vandaar dat hij een beetje vaag is. Wat artistieke impressie van een skier. We gaan de tweede foto spelen. En Menno, daar mag jij mee beginnen. Een C. Het veel langer houdbaar maken van levensmiddelen. Conserveren. Conserveren, ja. Kan je ook bij kunstwerken doen. Een D. Dit vormen de 12 sterrenbeelden met elkaar. Dierenriem. De dierenriem, juist. De D. Deze spion eet van 2 walletjes. Dubbelspion. Een dubbelspion, juist. De S. Een vorm van zwemmen waarbij de onberispelijke uitvoering van de zwemslag het belangrijkste doel is. Schoon zwemmen? Schoon zwemmen, ja. Met zo'n knijper op je neus. De I. De Mossad is de geheime dienst van dit land. Israël. Israël, ja. Goed. Nou, hij gaat prima. De G. Het op één na grootste eiland van Europa. Groenland. Nee, dat is de grootste. Dat is de grootste. Maar Groot-Brittannië komt daarna. Want Groenland hoort natuurlijk bij Europa, wat bij Denemarken hoort. Corrie. De E voor jou. Deze film maakte Sylvia Christel wereldberoemd.
1, 2, 3. Ja. Ja. Ja, misschien ook meer een mannenvraag. Nou? Emanuelle. Ja, heel goed. Ja. Dat heb je goed onthouden. Ja. Je mag verder gaan. Een bonusvraag voor jou. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Ik gok op Reagan. Dat is goed, want hij was 69 al toen hij aan de klus begon. M. Een geneeskrachtig bad van aarde en water. Modderbad. Modderbad, heel goed. Wat denk jij? Een schildpad. Een schildpad, dat is uitstekend. Mooi beest. Lijkt wel een beetje op de IT van donderdag. Ja, ja. 50 gulden voor jou nu erbij met 145 om 70 is de stand. En Corrie gaat nu verder. De G. Behalve het echtpaar en de ambtenaar tekenden zij de trouwakte. Getuigen. Getuigen, juist. Een bonusvraag. 10 gulden als je het antwoord weet. Deze Amerikaanse geheime dienst bestaat dit jaar 50 jaar. CIA? CIA, ja, dat is goed. Op de valreep. C. Werkzaamheden van huishoudelijke aard die bij toerbeurt vervuld moeten worden. Corvée. Corvée, wat houden we er toch van? En weer een bonusvraag. Als het aan het kabinet ligt, wordt deze brandstof paars. Benzine? Nee, diesel. Dat doen ze omdat de vrachtrijders, die kunnen dan de paarse diesel gaan tanken. Die krijgen ze goedkoper met een speciaal pasje. Maar de gewone automobilisten, die moeten gewone diesel. En je kan dan betrapt worden op het gebruik van de verkeerde diesel door die kleurstof die eraan toe is gevoegd. Dat is het plan. Menno gaat verder. Een C. Deze Engelse universiteitsstad werd door de Romeinen Cantabrigia gedoopt. Cambridge. Cambridge, ja. De D. Het Zeeuwse eiland dat in de 17e eeuw aan buureiland Schouwen vastgroeide. Duiveland. Schouwen, Duiveland. Ja, door bedijking en dichtslibbing. Een O. De achtste maand volgens de Romeinse kalender. Oktober. Ja, alleen het is de tiende maand, ja. Hè? Weet je hoe dat komt? Nou, oct is acht, hè, in het Romeins. Ja, dat is aan de nieuwe kalender gekomen. Ja, want de Romeinen die begonnen in maart met het nieuwe jaar. En dan de achtste maand was oktober. Ja. Ga door. De S. De meest voorkomende fobie is angst voor deze dieren. Spinnen. Spinnen, prima. Arachnofobie. De A. De achternaam van Willy en Willeke. Alberti. Alberti. 170 sta je al. Gaat goed. De Z. De torenspits van deze stad dreef in het rond. Zwolle? Nee. Oh, ik zou niet weten. En te midden van die rommel dreef de torenspits van Biba Bommel. Zaltbommel. Oh. Ja. Dat is nieuw. Sorry, nog eens wat. Ja, dat bedoel ik. Ja. Corrie. De J. De manier van zingen waarbij de borststem en de kopstem herhaaldelijk in elkaar overgaan. Ja, dat is heel speciaal hoor. Jodelen. Ja. Ja, dat is nieuwe Ogelowine hoor. Ga door. Nu het postuur nog. De B. Dit Aziatische ontwikkelingsland gaf onlangs aan de provincie Zeeland een bedrag van 100.000 gulden aan ontwikkelingshulp. Bahrein of zo? Nee, Bhutan. Bhutan. En dat deden ze om een onderzoek te ondersteunen naar graansoorten. En daar hebben zij dan ook weer wat aan. Ja. Corrie mag doorgaan. De T. De rechterhand van Lenin, die in Mexico werd vermoord. Nee, dat was Trotsky. We gaan verder. Met de A. Dit voorwerp beschermt tegen ziekte, ongeluk of betovering. Amulet. Ja, amulet. Net op tijd. Ja. Voor de spanning. Goed, we gaan de spanning nog even opvoeren. Door deze foto blokje voor blokje verder te gaan onthullen. En jullie mogen allebei meedoen voor die 50 gulden. Daar komt-ie. Corrie, zag het blijkbaar al eerder. Dit is de sluiting van een kist. Ja, heel goed. Heel goed.
En door, daarmee wordt de stand toch weer wat meer naar elkaar toegetrokken. We doen de tussenstand 140 voor Corrie en Menno 175 gulden. Ja, 3245 gulden in de jackpot. Dus onze beide kandidaten hebben er wel wat voor over om in die finale te staan. Want je hebt je geschikte stropdas al aan, Menno, met het geld erop. Ja. Je gaat sowieso niet met niks naar huis. Nee. We gaan beginnen met jou, Menno. Oké. Een B. Ander woord voor de gevangenis. Ik kan het ook doen. De baaiers of de bak. Ach. Bargoens, ja. Bargoens. Corrie. De S. Het geluid van een tevreden kat. Spinnen. Spinnen, ja, dat is goed. De R. Spinnenweb. Rach. Rach, ja. De U. Een ander woord voor een eenheid. Universum. Ja, het begon goed. Een universum. Unit. Unit, ja. Is een eenheid. Menno. De H. Een doordenkertje. Kwakzalverij uit Noord-Holland. Hallo? Haarlemmer olie. Oh. Ja, vraag me niet waar het goed voor is hoor. Ik denk dat weet jij waarschijnlijk wel. Nee. Misschien spierpijn of zo. Nee. Nou, in ieder geval, zo heet het. Corrie, jij bent. De T. Ander woord voor een dutje. Tukje. Een tukje, ja. De H. Het tegenovergestelde van hel. Hemel. Hemel, is goed. We gaan even kijken. Hans Wiegel. Hans Wiegel, ja, dat is goed. Prima, 100 gulden erbij voor Corrie. En ja, Menno vindt het natuurlijk heel jammer dat hij hem niet had. Ja. Als lid van de VVD. Ik ken hem goed, ja. Ja, precies. Maar jij was niet aan de beurt. Nee. Maar je mag nu wel verder gaan met de tweede foto. Oh, dat is heel fijn. Ja, fijn, hè? Ja, wij zijn daar heel makkelijk in. De U. Ander woord voor tuig. Uitschot. Uitschot, ja. De C. Bleekwater noem je ook wel. Chloor. Chloor. En een bonusvraag. 20 gulden als je weet. Dit is goud als spreken zilver is. Zwijgen. Zwijgen is goud, spreken is zilver. Maar hou je daar maar niet aan in dit spel. De M. Een ander woord voor een geldstuk. Munt. Munt. De R. Een werkschema. Rooster. Rooster, is goed. Wacht niet te lang, hè, met kijken, want... De D. Het tegenovergestelde van onderdanig. Dominant. Dominant, ja, is goed. Ik ga maar eens kijken. Ja, want je buurvrouw die pikt het zo voor je weg. Volkomen helder. Volkomen helder? Nee, ik weet het niet. Jammer. Verzeld geldt dat hier wel, maar goed. Corrie. De D voor jou, een ander woord voor een tweekamp. Een duel. Een duel, ja, is goed. Nou, schreef jij die O en die P? Ja, dat bedoel ik, de P. Het tegenovergestelde van amateuristisch. Professioneel. Heel professioneel, Corrie. Joop Doder? Nee. Helaas. Menno mag doorgaan. Met de V. Het tegenovergestelde van achterstellen. Voortrekken. Voortrekken, ja. De G, het tegenovergestelde van gierig. Gul. Gul. 2,65. Je bent bijna even ver als Corrie. En de S, een schaduwbeeld. Silhouet. Silhouet, goed. Ik ga eens kijken. Ja, je hebt een aardig stuk van dat gezicht. Ja. Och, die presentator. Kunt u hem naam komen? Oh, je hebt Corrie toch ook weer een stukje op weg geholpen. Ja, ja. Waarvoor dank. En Corrie mag verder gaan. De V. Een ander woord voor goedkoop. Voor niets? Nee. Dat zal wel heel goedkoop zijn. Voordelig. Ja. Voordelige keuze. Menno.
Dikke A. Een ander woord voor bakkeleien. Kibbelen. Kibbelen, kissen, bissen. Ik hoor twee signalen door elkaar, maar het eerste signaal is toch dat van jou, Menno. We gaan eens even kijken. Kees Schilperoord. Kees Schilperoord. Ja! Heel goed. Die presentator en de naam kwam gelukkig nog. Ja. Raden maar, hè? Dat heeft hij jarenlang gehad op de radio. Ja. De stand is 300 voor Corrie en 385 voor Menno. We gaan nog één foto doen in de versnelde ronde. Heel veel succes, beide. Dank je. Ik vermoed dat ik jullie niet veel hoef te helpen bij deze foto. Menno. Willeke van Ammerooi. Willeke van Ammerooi. De handen worden al geschud, want het is een duidelijke zaak. 300 voor Corrie en 485 voor Menno. De winnaar van vandaag. Gefeliciteerd. Ja, hartstikke jammer. Ja. De derde keer was geen scheepsrecht. Nee. Vorige keer, wat had je, 755, hè? Ja, zoiets. Ja, maar ja, je hebt de pot goed gevuld. We zullen aan je denken als het eruit gaat vandaag of wanneer dan ook. En heel erg bedankt voor je enthousiaste deelname. Corrie Smans. En dan gaan we met Menno de finale in.